Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie een aantal producten uit de Winnie de Pooh collectie van Catrice uittesten. Catrice heeft één keer in de zoveel tijd een zussencollectie samen met Essence. Dit keer is er gekozen voor een Disney collectie en Catrice had dus producten van Winnie de Pooh en Essence had producten van Mickey en vriendjes. Want ook Donald Duck kwam voorbij, Katrien Duck en Minnie Mouse. Dus eigenlijk een beetje de karakters die je bij Mickey Mouse vindt. Ik heb daar een aantal producten nu van de collectie van Catrice. En die ga ik in deze video samen met jullie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar de Winnie de Pooh producten die ik heb gekocht en wat ik ervan vind, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De producten liggen niet meer in de winkel, dat hebben ze wel gelegen, maar die collectie is nooit heel lang verkrijgbaar. Maar ze zijn online nog steeds te koop. Ik zal de prijs ook even bij de producten in beeld neerzetten, zodat je weet wat iets kost. Mocht je ergens nog interesse in hebben, online is het dus nog steeds te koop. Ik heb niet heel veel producten gekocht, omdat ik dat wel wilde. Op een gegeven moment moet je ook een keer keuzes maken. Ik heb allereerst hier twee Soft Glow bronzers. En die zien er heel erg leuk uit. En wat ik altijd heel erg leuk vind, je kunt ze naast elkaar leggen en dan komt er een soort honingpotje uit. In dit geval zie je dat. Die honing die matcht dan een beetje. Ik heb hier allereerst de 010. I think it's called love. En daar staat dus Winnie de Pooh samen met Knorretje op. En als je hem dan opent, dan zit er een spiegeltje aan de binnenkant met hele leuke honingdruppels. En dan is dit de binnenkant. Knorretje staat erin. En er zit dus een. Dit is dan honing, wat zogenaamd naar beneden druppelt. En dat is dan een soort van highlighter. Ik zal hem gelijk even opnemen voor de swatch. Zodat je een idee hebt wat hij doet. Dit is hem. Hij is vrij licht, deze kleur moet ik zeggen. Je ziet hem bijna met de swatch niet terugkomen. Dus die is een beetje moeilijk te zien. Dat is een beetje jammer. Maar de andere variant die ik heb, dat is de 020. En dat is Promise You Want Forget Me Ever. En hier staat Winnie de Pooh samen met het tijgertje op. Eigenlijk is de binnenkant verder een beetje gelijk. Ik zal eventjes gelijk het dingetje eraf halen. Hier zie je dan ook het spiegeltje. En hier zitten dan weer diezelfde honing. Volgens mij is het honing, want ik zeg dat wel leuk. Ik zie het als honing. En dan is dit de binnenkant. Hier staat dan het tijgertje in. En ook hier zie je weer die honing naar beneden druppelen. Ik moet wel zeggen, deze is gelijk een stukje donkerder. Het is wel heel klein, de highlighter. En dat maakt het wat lastiger. Deze zwart zie je al veel beter als die vorige. Dus je ziet dat deze al donkerder is en meer pigmentatie bevat. Vind ik zelf wel heel erg leuk. Dan heb ik een oogschaduwpalette. En dat is deze. Je had van de oogschaduwpalettes verschillende varianten. Ik heb de 030 It's a Good Day to Have a Good Day gekozen. Wat ik heel erg leuk vind, aan de achterkant zie je de kleuren en dit voelt heel bol aan. Dat vind ik echt super leuk. Ook hier zit een grote spiegel aan de binnenkant, wat ik super leuk vind. Ook hier zie je de honingdruppels weer. En dan zijn dit de kleuren. Je ziet ook echt wat honing, zeg maar, verwerkt in sommige oogschaduwkleuren, wat ik echt super leuk vind. Ik zal even een paar kleuren opnemen voor de swatch. Ik vind het wel super leuk. Die ziet er zo uit. Dus de swatch is veelbelovend, vind ik zelf persoonlijk altijd wel. Het is altijd heel verschillend, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Dan heb ik de drie lippenbalsems ook uit die collectie gekocht. En ik heb hem hier met Winnie de Pooh op de voorkant. Het is een beetje lastig te zien, want het is goud en dat schittert altijd heel erg. Dit is de 010. En even kijken hoe die dan heet. Pooshisme. Pooshisme? Ik vind het een beetje moeilijk uitspreken. Nou ja, goed. Het is een rode kleur. Het is gewoon een lippenbalsem, zeg maar. Ik vind het ook gewoon een heel erg mooi vormgegeven die getint is. En dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. Ik laat zo even alle swatches naast elkaar zien. Dan heb ik hier degene met het tijgertje. Dit is de 030. Ik had eerst die andere moeten pakken, maar ik heb hem gewoon random gepakt. Deze heet Tigerized. Ook wel heel erg leuk natuurlijk. Even openmaken. Dit is een iets bruiner kleurtje, wat ook wel heel erg leuk is, vind ik. Ik zal hem eventjes iets verder opdoen, zodat die 020 er nog tussen kan. Dat is misschien wel handig.
En dan hebben we dus de 020 en hier staat knorretje op. Weet je wie ik wel een beetje mis op de collecties? Dat is Ignor. Die heb ik niet zo gezien. Deze heeft de naam 020 Wednesday. Ook wel heel erg leuk. Het is een wel roze kleurtje. Zo. Ook wel heel erg leuk. En ik moet zeggen, ik zie de zwartjes. Ik vind de kleuren op zich best wel heel erg mooi. Zo zien ze eruit. 10, 20 en 30. De 20 valt een beetje weg, maar de 10 en de 30 zie je wel heel erg goed. Het laatste wat ik uit die collectie heb, dat is een wimperkruller. Dat is deze. Ziet er heel erg leuk uit. Heeft hij een naam gekregen? Nee, verder niet. Ik zal hem even openmaken. En hier staat het tijgertje op aan de zijkant. Hij zit nu nog dicht met een klemmetje. En als je die er dan afhaalt, dan gaat hij open en dan kun je hem gebruiken. En hij heeft dus best wel brede handvaten, wat best wel lekker is. Dus dat zijn de producten. Ik ga eventjes de kwasten en zo erbij pakken en een haarbandje in doen. En dan gaan we eens eventjes wat uitproberen. Oké, we gaan beginnen met de bronzer / highlighter. Ik ga diegene gebruiken waar het tijgertje dus aan de binnenkant staat. Omdat die gewoon met de zwarts al donkerder eruit zag. Dus ik dacht, nou die gaat gewoon het meeste pigment geven bij mij. Ik vrees dat die andere een beetje weg zal vallen. Maar dat ga ik zelf nog wel uitproberen. Ik schrijf er ook nog wel blogposts over. En je ziet het vast nog wel een keer in een favoriete of veel productvideo voorbij komen. Fijn dat er een spiegeltje in zit, dus die ga ik gewoon gebruiken. Ik ga wel een beetje proberen om het tijgertje heen te gaan. Want ik vind het zonde als ik gelijk al dat hele tijgertje vernietig. Dus ik dip er gewoon een beetje in en ik breng hem gewoon aan. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie ook producten uit deze collectie hebben gekocht. Ik heb eigenlijk alles toen besteld. Kijk, deze is lekker donker al. Ik vrees toch dat die andere ook echt wel wat weg gaat vallen. Maar het is natuurlijk gewoon altijd jammer dat die collecties een beetje kort verkrijgbaar zijn. Omdat het ook echt tijdelijke collecties zijn die niet in het vaste assortiment zitten. Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Ik vind dat die deze kant heeft een beetje moeite met opbouwen. Maar dat kan wel aan mijn gezicht liggen vandaag. Dat doe ik altijd een beetje op mijn voorhoofd ook. Dat doe ik hem net langs mijn haarrand. Ik vind dit al heel fijn, dat spiegeltje. En iets onder mijn kin. Om een beetje contour aan te brengen. Zo, dat ga ik dan altijd eventjes een beetje uitblenden met een grote kwast. Oh. Zo. Dan ga ik altijd lekker gewoon grof overheen. Ik vind het altijd het fijnste. Ik vind Disney altijd heel erg tijdloos. Ik vind of je nou jong bent of misschien wat ouder, Disney blijft leuk. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar ik moet wel zeggen, ik heb nooit heel veel Disney films gezien. Als je mij vraagt welke Disney films heb je gezien, dan kan ik geloof ik eentje opnoemen. En dat is het dan ook. Nu ga ik dus in die highlighter. Maar het is dus heel klein wat ik al zei. Dus ja, ik dip er gewoon een beetje in. Het is echt een heel klein gedeelte. Ik vind het wel heel leuk toegevoegd hoor. Maar het had iets breder mogen zijn. Maar ik zie hem wel mooi terugkomen ook. Ik hoop dat jullie hem ook goed zien. Ik ga het niet overdreven doen, want het is een beetje goud. En ja, ik vind goud op de een of andere manier toch altijd met mensen met een iets donkerder huidskleur net iets mooier uitkomen als bij mezelf. Maar goed, hij zit er gewoon in. Dus ik ga hem wel gewoon gebruiken. Puntje voor je neus. En ik wil nooit een heel erg glitterboeltje maken van mijn palettes. Ik gebruik het dan, maar ik wil ze op een of andere manier ook altijd een beetje netjes houden. Ik weet niet. En dan ziet het er zo uit. Dus ik vind het zelf wel heel erg mooi. Ik weet natuurlijk niet wat jullie ervan vinden en in hoeverre jullie het goed kunnen zien. Maar ik ben er wel heel tevreden over. Dan is die klaar. Dan gaan we door naar de ogen en dan zal ik jullie even iets weer meer voor inzoomen. Ik denk dat ik even ga beginnen met het krullen van mijn wimpers. Dan hoef ik dat naderhand niet meer te doen. Nou, ik zet hem er gewoon op. Ik vond het vroeger altijd heel eng. Ik hou hem even vast, laat hem los en doe het dan nog een keer.
Maar hij is wel echt heel fijn. Door dat strakke handvat kun je echt goed druk zetten. Ik zie zelf echt wel dat hij wat doet. Maar ik krijg nooit hele gekrulde wimpers. Want ik heb nooit hele lange wimpers van mezelf, helaas. Daar werd ik niet... Even uitkijken dat ik niet mijn huid meepak. Is voor de camera wel lastig. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, volgens mij. Zo. Dan gaan we de ooglook maken. En ik ga gewoon eens even beginnen om in deze kleur in de arcadeboog aan te brengen. Die een beetje bruine kleur, oranje kleur. Hoe kom ik nou weer bij bruin? Ik zit er lekker in, jongens. Dus ik breng gewoon wat aan. En die breng ik dan zo in de arcadeboog aan. Je hebt het idee dat ik kan volgens mij niet verder inzoomen. Oh, wel fijn zijn als hij nog even iets een stukje verder komt. Maar ik zit al op de max. Valt me normaal nooit zo op, maar nu ineens wel. Ik breng het ook altijd een beetje stippelend aan. Zo. Andere kant natuurlijk ook. De kleuren hebben namen gekregen hoor, maar die zijn zo klein dat kan ik dat ook echt niet lezen. En zonder bril is dat voor mij echt een drama. Ik kan wel wat lezen, maar het is heel minimaal. Dan ga ik daar overheen met deze kleur. Voor een beetje diepte. Lekker om je kwastje te laten vallen. Altijd fijn. Ander kwastje. Ja, huis. Ik heb het idee dat ze een beetje op elkaar lijken, dus dat hij eigenlijk niet... Ja, hij is wel ietsjes donkerder, maar hij lijkt dat je hem niet heel goed ziet. Ik zie zelf wel iets verschil, maar het is een beetje minimaal. En natuurlijk, het is weer zover. Ik neem een video op en altijd gaat die kat op de kattenbak. Ik word daar zo moe van. Ja... Je doet er niet zo heel veel aan. Hè? Katten leiden ook een eigen leven. Ik ga dat even blenden. Het blendt wel lekker in, moet ik zeggen. Het blendt wel makkelijk. Dat vind ik altijd wel fijn. Andere kant. Zo, dan is dat klaar. Dan ga ik met dit kleurtje in de outer V, of in de buitenste ooghoek, zoals we dat ook wel noemen. Ah, die heeft een beetje moeite, zie ik al. Ik denk uiteindelijk wel dat ik hem tot z'n recht ga laten komen, maar ik vind... Hij ziet er heel donker uit, maar ik vind toch dat hij niet zo heel makkelijk aanbrengt. Oh, wacht. Te vroeg gejuicht, nu gaat hij. Het is altijd zo'n... Zoetje dan, maar dat maakt niet uit. Dat gaan we zometeen oplossen door te blenden natuurlijk. Blenden is het halve werk, zeggen we altijd. Zo. Dat gaan we dan nu even blenden. Maar waarom heb ik nou weer zo'n grote blendingskwast? Ik kan nu niet zeggen dat mijn kwasten niet schoon waren, maar ik heb deze toevallig gepakt. Oh, ik vind wel dat hij er iets meer moeite mee heeft hoor, want ik vind hem toch wel erg... Ja, ik vind dat hij een beetje wegvaagt. Ik ga hem niet meer doen, de harde lijnen zijn er wel uit. Deze kwast prikkelt een beetje, dat is het ook. Ja, deze kant lukt beter dan die kant. Raar is dat. Maar ja, dat heb ik al vaak gezegd. Soms heb je daar gewoon echt last van en kun je blenden wat je wil en wordt het niet beter als dit. Dan ga ik op het bewegende ooglid dit kleurtje aanbrengen. Deze. Het is een beetje een oranje look geworden.
Die is dan net wat lichter, die de boel dan weer een beetje in balans brengt. Zo, dan gaan we uiteraard nog eventjes een beetje highlight aanbrengen. En daarvoor pak ik dit kleurtje, deze. Om de boel een beetje op te lichten. Zo, dan is de ooglook af. Ik zal hem nog even afmaken met een eyeliner, mascara en oogpotlood. En dan kom ik bij jullie terug en dan gaan we nog even de lippenbalsem aanbrengen uiteraard. Ooglook even afgemaakt en zo ziet hij er dan uit. Dus ik vind het uiteindelijk wel weer een heel erg mooi geheel. Ik denk ook dat het mooi zou zijn met bruine eyeliner, maar ik heb nu toch gekozen voor een zwarte. Dus ik ben er blij mee. De laatste stap is dan uiteindelijk de lippenbalsem. En ik ga voor de rode kleur, die van Winnie de Pooh. Want die vind ik wel heel erg leuk voor hierbij. Ik zal even weer een spiegeltje pakken. Ik ga het hem even aanbrengen. Je ziet inderdaad gewoon dat hij wel getint is. Maar het is niet diep, diep rood, zeg maar. En hij loopt iets sneller uit, heb ik het gevoel, dan een gewone lipstick. Maar ik vind het wel heel fijn en ik vind het altijd heel erg leuk dat je dan toch voeding hebt aan de lippen, maar ook een kleurtje. Daar ben ik zelf altijd wel heel erg dol op. Eindconclusie van de collectie. Nou ja, ik heb natuurlijk niet alles getest omdat ik van sommige dubbele spullen had. Ik vind deze glow bronzer vind ik echt heel erg mooi, die ik heb gebruikt, die met tijgertje. Ik vind hem uiteindelijk mooi terugkomen op mijn gezicht. Ik hou zelf van de wat donkerdere kleuren. Het highlight gedeelte had iets groter mogen zijn voor mij, maar ja, dat is misschien ook gewoon een beetje te veel wensen. Maar ik vind deze in ieder geval wel heel erg mooi. Ik heb deze nog niet gebruikt, maar ik vrees dat deze te licht gaat zijn. Dat ik deze niet echt goed terug zal kunnen gaan zien, omdat ik hem met het zwart al bijna niet zag. Maar het kan natuurlijk op het gezicht anders uitpakken. De wimperkruller vind ik fijn. Ik vind echt gewoon fijn dat met die brede handvaten, het houdt gewoon lekker vast zo. Dus je kunt echt je wimpers er fijn mee krullen. Dus ja, ik vind hem voor nu in ieder geval wel heel erg fijn. En ik zie ook echt wel dat hij wat doet voor mijn wimpers. De ooglook die ik met het palet heb gemaakt vind ik mooi geworden. Ik vind de kleuren heel erg leuk die in het palet zitten. Dus ja, ik vind de pigmentatie heel goed. Dus ik vind deze ooglook in ieder geval heel erg mooi. Maar ik denk dat ik er ook nog wel een andere ooglook mee ga maken. Maar voor het eerste gebruik ben ik wel heel tevreden. De lippenbalsems, ik heb er natuurlijk maar eentje geprobeerd. En die vind ik eigenlijk wel heel fijn, die van Winnie de Pooh. Ja, net wat ik al zei, het is niet een diepe kleur, maar je hebt wel verzorging met een kleurtje. Dat vind ik zelf heel leuk. De andere overige kleuren zal ik uiteraard nog gaan gebruiken, maar die zul je dan nog wel eens in een andere video terug zien komen. Een favoriete video of eventueel een veel productvideo als ik ze wel of niet fijn vind. Dus hier kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ja, en ik ben ook wel benieuwd wat jij van de look vindt die ik er uiteindelijk mee hebt gemaakt. Ja, ik wil je voor nu in ieder geval dan ook gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!